Vrolijk Pasen. Vrolijk Pasen. We gaan vandaag naar de Emmapolder. Een plekje waar we graag komen. En misschien zijn er ook wel wat tulpjes. Dus... mooi weer. Mooi weer. Lekkere lucht. Mooi weer. Nou, je weet het maar nooit. Hè? Nou, ja. Nooit geschoten. Nooit geschoten. Is altijd mis. Zo is dat. Kijk, alweer een Delfzeelvlag. Alweer een Delfzeelvlag. Niet te geloven. Er ook niks van. Na Pinkster. Busje staat er al. Dus het is eigenlijk gewoon hartstikke gezellig als er zo'n busje staat. Ik denk Duitsers. Duits busje. Ik denk het wel. Ja, hoor, een Duits busje. Maar bijzonder, hè? Die zoeken altijd bijzondere bestemmingen uit. Ja. Ja. Nou, er zit ook een Duitser in de stoel. Potje kaarten. Potje Mario kaarten. Niet te veel achter elkaar. Hè? Nee. Nou, benieuwd wat we zien achter de weg. Hoe ziet de Emmapolder eruit tijdens de Pasen? Ja, wat een kleur. Kunnen we even bespreken hoe we hiermee omgaan? Ja, met dit gebrek aan licht. Ja, het is echt wel heel erg lastig inderdaad. Kijk, de lucht. Er zit wel tekening in de lucht, maar. Nou. Eens kijken hoe ver we kunnen komen, in ieder geval. Even een stukje erop. Ja. Dan, ik ben er nog niet heel blij van of zo. Nee. Maar misschien over een uurtje worden we wel blij. Ja. We komen onderweg al iets spannends tegen. Je moet uitkijken hoor, je loopt met een losse veter. Waar? Niet. Welke datum is het vandaag, ach, Peter? 1 april. Het stond. Wat vragen? Zeker. Ik denk dat u een vogelspotter bent. Klopt. Ja? Ja. Dus, heeft u al wat moois gezien? Nee, hier zijn geen vogels te bekennen. Niet? Op het moment niet, nee. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Het is echt een trieste dag lijkt het wel. Het lijkt me dan voor heel vervelend spotten zonder vogels. Het is heel moeilijk spotten. We doen ons best, we geven niet op. Nee. Ik zag net wel een dooie vogel. Oh, die had u wel gespot. Ja, die had ik ook gezien. Ja, ja. Nou, fijne dag. Oh, wacht, daar staan er trouwens een paar hengen. Ja, ja. Het is korte vreugde in de Emmapolder. Dit
vissen. Nee toch? Ja nou, het is een beetje tegen de kriebelhoest. Ja. Maar dat geeft niet. Ook lekker. Nou, ik vind het wel een beetje spannend. Ik ben er toch bij. Ja, daar heb je wel een punt. Moeten wij heen met onze drone? Klopt. Nou, dat is mooi. Wat gaan we hier dan doen? Geen idee. We gaan eens even over de dijk kijken. Oké. Okay. Nog een keer. Hoi hoi. Nee, ik ga er niet naar beneden. Nou, staan we toch beneden. Bijna. Viel mee in de afdaling. Jawel, jawel. Ja, dat is goed te doen. Je handen lekker op de rug doen. Ja, dat wou ik even doen, maar dat is rustig. Wat is dat? Nou, lekker dan. Rij je daar helemaal voor naar de Emmapolder. Krijg je dit. Ja, maar dit is toch gewoon plagen. Gaat de reportage toch onverwacht nog ietsje verder, hè? Ja, we waren al op weg naar huis. De zon is al onder. En dan één keer.
Goed dat ik u tref. Ah. Mag ik u wat vragen? Uiteraard. Zijn hier vogels te spotten? Hier zijn ook geen vogels. Niet? Nee, het is heel gek. Er komen geen vogels tegen. Eemshaven staat toch bekend om zijn vele vogels, maar... Ja. Oh, ik hoor wel wat. U hoort een vogel. Hoort u dat? Nee. Ja. Ja hoor. Ja, er is er een. Ja. Maar ze zijn schaars vanavond. Vogelgriep. Ja, misschien wel. Ja, jammer hè. Hoppakee. Zo. Zit erop? Het zit erop. Het was een, weer een leerzame avond. Ja, maar ik miste een beetje echt een centraal onderwerp. Klopt. Maar dat geeft verder niet. Maar, dus voor een keer is dat niet erg. Nee. Eigenlijk was dit hele reportage, deze mini-reportage, eigenlijk één grote grap. Het was mooi een thema van de dag. Nou, dat is vandaag. 1 april. Tot de volgende keer.